Het definitieve besluit over de toekomst van de rechtbanken in Maastricht en Roermond is uitgesteld. De Raad voor de Rechtspraak zou eigenlijk vandaag met een besluit komen, maar stelt dat uit tot 28 september. En tot die tijd gaat de Raad gesprekken aan met bestuurders van alle gemeenten waar de rechtbanken moeten inkrimpen. En daarbij hoort ook Maastricht. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met de vakbonden en de medezeggenschapsorganen. Maar dat vorige week bekend werd dat Roermond de nieuwe hoofdlocatie zou worden van de rechtbank Limburg, kwam er in Maastricht een storm van protest op gang. Maastricht zou volgens het plan alleen nog maar gebruikt worden voor kleinere rechtszaken. In de studio van avondgast de burgemeester Rianne Donders van Roermond. Mevrouw Donders, wat is uw reactie op dit uitstel? Nou, eigenlijk is mijn reactie niet. Want net zo min als ik verantwoordelijk ben voor de keus voor Roermond of voor Maastricht, ben ik ook verantwoordelijk voor dit besluit. En als u daar meer van wil weten, moet u eigenlijk bij de Raad voor de Rechtspraak zijn. En het is kennelijk nodig om het besluit goed te kunnen nemen. Nou, dat verdient respect, denk ik. Ja, maar een rechtbank in uw stad is ook veel werkgelegenheid. Ja, maar dat is een ander proces en een andere keus. En nou, in de afgelopen week heeft u kunnen zien dat dat besluit met de emotie gepaard gaat. Vooral heel veel emotie. Ja, dat zal zijn plek moeten krijgen. Ja, maar is door dit uitstel de kans niet groot dat de rollen worden omgedraaid en dat Roermond het bijkantoor wordt van Maastricht juist? Ja, nogmaals, daarvoor moet u echt bij de Raad voor de Rechtspraak zijn. Maar ik ga ervan uit dat de Raad voor de Rechtspraak niet over één nacht ijs is gegaan toen ze tot de keuze voor Roermond kwam. En ik ga er nu ook van uit dat de tijd gebruikt wordt om dat nog eens goed uit te leggen en te kijken of het op sommige punten beter kan. Volgens mij is het voorgenomen besluit nog in stand, maar dat weet ik allemaal niet zeker. Daarvoor moet u, zoals ik al zei, bij de Raad voor de Rechtspraak zijn. Dank u wel, mevrouw Donders.